Koen, gefeliciteerd. Prima overwinning. Alleen ik had het idee dat jullie eigenlijk meer in jullie mars hadden. Oftewel, jullie hadden eigenlijk een grotere uitslag kunnen bouwen. Jazeker. Je zag het ook aan het begin. Hè. We gingen 3-0 voor. Het liep lekker. De ballen gingen erin. De schoten gingen erin. De keeper die had ze gewoon niet. Die was hier nog niet goed genoeg op getraind, denk ik. En daarna gingen we ze een beetje missen. De palen, de latten, slordige schoten. Ze hadden een paar handige jongens die inzwommen. Ja, je ziet er 2 man eruit, geen wissels meer. Dat werd toch wel weer spannend maakte het. Eigenlijk winnen jullie met 2 doelpunten verschil. En eigenlijk ook een beetje een goedmakertje voor ja, toch de uitglijden van vorige week. Ja, vorige week hadden we het eigenlijk andersom. Hè. Toen hebben we het gewoon verloren, weggegeven aan het begin en uiteindelijk ook niet gewonnen. Nu hebben we het gelukkig zelf eerst in handen genomen. En uiteindelijk ja, niet de gelijkmaker geweest. Ik denk dat dat wel mooi is, het balletje van Bruun. Ik denk dat dat wel de beslissende bal was op dat moment die zat. Ja. Heel voorzichtig kruipen jullie naar de top van deze competitie. Ja, ja we hopen toch wel op nummer 4 een beetje te gaan eindigen. Zo, ja, als je ziet wat de tegenstanders doen en dat wij redelijke wedstrijden neerzetten op de wedstrijd van vorige week na. Ja, dan ben ik benieuwd wat we volgende week eens gaan doen tegen de nummer 3. Ron Provisie had prima overwinning hier in Hoofddorp. Maar ik zei tegen die jongens ook al, dat had natuurlijk een veel grotere uitslag moeten worden. Ja, maar bij mij stond hij ook een beetje een teken van de revanche vorige week, weet je, het slordige spel. En ik vond nu dat het heel goed gespeeld werd. Positioneel werd het goed gespeeld. Het moment dat we in moesten, hebben we zonwin. Het moment dat we moesten schieten, schoten we. Het moment dat we tempo eruit moesten halen, deden we tempo eruit. Het moment dat we tempo moesten geven, gaven we tempo. Dus, ja, het was, ik denk dat het ook een overwinning van het collectief was. Ja. Toch kreeg je het idee gedurende de wedstrijd dat de scherpte een beetje wegvloeide. Ja, maar ik denk ook dat je een beetje door hun kwam. Weet je? Ze waren ook niet echt actief. Ik kon er ook niet echt een lijn in ontdekken. En dat kwam ook een beetje misschien door ons. Hè? Want wij speelden het goed uit. Er waren een paar ratjes bij hun, maar ja, die heb je ook nodig. Maar de scherpte, ja, ik denk dat dat komt omdat we een beetje in slaap lieten zussen door hun. Ja. Dus niettemin, een prima overwinning. Ik zei het al, een rehabilitatie van toch de uitglijden van vorige week in Amsterdam. En heel langzamerhand ga je richting de top. Ja, leuk wel om te zien, hè. En dat is jammer vorige week, maar weet je, het is een lastige ploeg. En je hebt altijd een wedstrijd erbij dat je even, ja, dat even minder gaat. Nou, weet je, maar er vallen ook geen harde woorden. Van de week op woensdag hebben we het besproken. En net even voor de wedstrijd heel even teruggehaald. Wat daar fout ging, maar wel geen mazzel. Maar dat je 2 strafworpen miste al aan, maar dat die man meest niet liep. Nou liep je wel goed. Maakt ze misschien niet allemaal. Maar er zaten mensen tempo in, er zaten mensen variatie in. En dat vind ik veel belangrijker. Was energie zichtbaar. Ja, nee, dat is het. Hè. Dat is het. En ik denk dat hun daar niks over te klagen hebben. Wij waren denk ik bovenliggende partijen. Dat er ook op de overwinning is af te dingen is. En ik vond wij waren actiever en hun waren te mat, vond ik.